Zo, daar zijn we dan. Podcast nummer 16. Welkom. Ja. Gisteren ben ik in een Jurgen Koningsgat gedoken, samen met een vriendin van mij. En toen heb ik een podcast gedaan zonder beeld, gewoon alleen audio. En ik had iets verkeerd aangesloten, waardoor mijn hele audio overstuur was. Dus ik heb hem toch online gegooid, want ik dacht, dit is much as important, weet je wel. Ik wil gewoon... En het haakt aan natuurlijk ook omdat ik Jurgen Konings in de titel heb staan. Dus hier, clickbait nummer 2. Ja, Mike. Ja. We zijn hier. Wij hebben een mening. Wij zeggen waar het op staat. Ik wil je toch even meenemen in dit hele Jurgen Konings verhaal. En wat ik er denk ik van maak. Want het is vreemd. Het is heel erg vreemd. Dus ik weet niet of je veel nieuwsberichten hebt gezien. Ja, ik heb van Jurgen Konings heb ik niet heel veel meegekregen. Behalve dat hij wordt gezien als een extremist, als een rechtsextremist. Ja. En dan heb ik al meteen begin ik vraagtekens te hebben van waarom, weet je wel. En toen las ik dat hij dood is gevonden en dat de burgemeester hem had gevonden. Dat is ook wel opmerkelijk. Maar eigenlijk heb ik de verdieping is eigenlijk nog niet echt veel tijd voor gehad. Dus nou, mooi dat jij het wel hebt gedaan. Dan kunnen we het even tafel gooien. Let's go. Nou, ik kwam deze dame tegen. TikToker Gon online voluntary klokluider, ik weet niet hoe je dit wil noemen. Ook spraakzame burger, alleen dan Belgisch, dus zeg maar een soort van spraakzame burger. Ik hou daarvan, jongen. En zij neelt hem wel hard. Ik keek dit, want ik had dus gisteren dit gedaan. En toen kwam ik uiteindelijk vandaag even met wat diepere research op dit. Even, by the way, 420. Dus nice. Voorbestemd, jongen. Precies. Dus ik laat hem even rollen. En dan wil ik er wel van weten waar je ervan vindt, zeg maar. Mensen, ik heb een zieke theorie over Jurgen Konings. Because that's what I love to do. Ik hou van analyseren. Dit is mijn theorie. Mijn eerste vraag naar jullie toe is, en ik ga even terug naar helemaal in het begin, net toen het nieuws uitkwam. Mijn eerste vraag is, heeft Mark van Ranst Jurgen voor zijn deur zien staan met geweer of zo? Wie heeft hem gezien op de dag van de misdaad? Als er al een dag van de misdaad was, want er was enkel een brief of zo, toch? Waarin dat hij dreigde om dingen te doen. Zijn er ergens camerabeelden van hem waarin dat hij de straat op ging? Of waar dat hij rondreed met zijn auto? Vol met bommen en weet ik veel wat het er allemaal in zijn auto zat? Heeft er iemand hem gezien in zijn auto? Er zijn overal camera's tegenwoordig. Maar er zijn geen bewijzen van hem in actie, waar hij fysiek te zien is. Snap je wat ik bedoel? Dat is één. Ik weet dat het misschien ziek klinkt, maar dit is dan ook een redelijk zieke wereld. Jurgen wist waarschijnlijk veel te veel dingen dat wij niet mochten weten. En hij wist waarschijnlijk dingen die hij naar buiten wou brengen. Want waarschijnlijk was het een gevoelige jongen die niet kon omgaan met hoe de maatschappij in elkaar zat of zo. Nu, luistert goed. Volgens mij heeft de overheid hem eerst ontvoerd. Dan hebben ze hem onder druk een afscheidsbrief laten schrijven, zodanig dat zijn vrouw het zeker geloofde, want het was met zijn handschrift. En dan hebben ze hem vermoord. Ik weet nog dat ik zijn vrouw zag op het nieuws en die zei van, ik had nooit gedacht dat hij zelfmoord zou willen plegen of zo. Hij was helemaal niet zo. Ook het moment dat ik dat nieuws zag op televisie, had ik een raar gevoel van, hoe dat zij hem omschreef, is echt niet een persoon die zoiets zou doen of zo, zelfmoord zou plegen. Hij leek mij nog gelukkig, snap je? Ik vond het raar hoe dat ze hem omschreef en hoe dat hij plannen smeedde om dingen te doen. Het klopte zo niet bij hem of zo, bij zijn persoonlijkheid, vind ik. Dus dat was volgens mij allemaal al opgezet spel. Dus ze staken dan door de dreiging Mark van Ranst ergens in een ik weet niet wat voor hut om hem te beschermen. Ik zou graag een keer met Mark van Ranst bellen en zeggen van, heb jij die bedreiging direct ontvangen van hem? Of hoe heb jij die bedreiging ontvangen? Of heeft de overheid hem gewoon gezegd, Mark, er wilde u een vermoorden. Ah, Mark, natuurlijk bang, waar? Kom, Mark, in uw hut. Mark in zijn hut. Vind ik ook zo een vaag bewijs. Doet me niks. Nou, ik hou het heel even hierbij, veel meer zin. Misschien komen er zo nog. Interessant, we hadden het net over Mark, hoe heet hij met de achternaam? Ja, Ranst. Ja, in ieder geval, die Mark Ranst, dat is een bekende viroloog.
En die Jurgen Konings had dus op hem gemunt, omdat, ja, om redenen dat hij natuurlijk helemaal klaar was met alle berichtgeving die vanuit deze groep mensen en constant in de media zijn. Ik kan wel goed begrijpen dat je daar wel helemaal scheidziek van wordt. En de manier hoe hij dat heeft aangepakt, dat is natuurlijk wel verwerpelijk. Daar sta ik natuurlijk niet achter. Ja, want hij had dan zeg maar zo'n Twitterbericht ook naar weet je, hij deed zelf ook een beetje mee in die hele Twitterhetsen, weet je wel. Het is een bericht gestuurd naar Willem Engel. Van als er salsa een pandemie is, dan roepen we jou wel op als dansleraar. Maar verder heb je geen verstand ja, van... Dat moet je dus eigenlijk niet doen als je constant op tv mag zitten en je mag dat narratief mag je uiten. En dan ook nog eens een keer met de vinger gaan wijzen naar mensen die kritisch durven te zijn. En die als wappies of als idioten gaan neerzetten. Ja, dan ga je natuurlijk dat vuurtje alleen maar opwakkeren. En ja, er hoeft er maar één gek te zijn. In dit geval van die Konings. Die tot echt wel gevaarlijke dingen in staat is. Nou ja, of het een gek is. Hij was in ieder geval fanatiek. Ja. Zullen we nog even verder kijken? Even gewoon... Dus ofwel hebben ze macht. Dat je een beetje fanatiek wordt. Een beetje emoties opkomen spelen. Ja, dus wat dat betreft ja, is het natuurlijk niet verrassend dat er op een gegeven moment mensen zijn die fanatiek inderdaad gaan worden. Ja, of als je toegang hebt tot wapens en shit. Ja. Even afmaken. Hoe wat geld gegeven om het spelletje mee te spelen? Ofwel hebben ze Mark van Ranst ook gewoon wijsgemaakt dat hij bedreigd werd door een terrorist. En ook gewoon heel raar dat het leger en de politie hem totaal niet konden vinden. Natuurlijk niet. Ze hadden hem al vermoord. Maar dat weten de collega's van Jurgen en de politie natuurlijk niet. Als zijn collega's zouden weten dat hij vermoord zou worden, dan zou er sowieso een van de collega's zijn mond voorbij gepraat hebben. Dan was het boeltje om zeep. We weten, mensen kunnen niet zwijgen. Dus ze hebben zelf het leger en de politie erin geluisterd. Door op zoek te gaan naar hem. En dat allemaal voor de show. Kom aan, 250 mannen van het leger en 150 of zo van de politie die hem niet vinden. That's strange. Dus het leger en de politie zijn ingezet voor de show, voor de picture. Dus je zet de politie in, je zet het leger in, je betrekt de pers erbij en hup, het spel is aspen. De wereld staat op zijn kop. En iedereen gelooft dat er een terrorist rondloopt. En nu maken ze zijn vrouw ook nog eens verdacht. Om het extra geloofwaardig te maken. Och, garme dat mens. Echt, och, garme dat mens. Wat mij ook opviel trouwens, was de burgemeester bij dat interview dat hij al zijn gewone kleren aan had. Je weet toch dat gaat normaal. Als er iets gebeurt, dan komt de pers ter plekke heel snel al. Maar meneer de burgemeester, die had al zijn hemdje aan. Dus is hij dan even naar huis gegaan, tussendoor, even een beetje Chanel gaan spuiten en zijn proper hemdje gaan aandoen. Je weet hoe snel dat de pers is. Mensen staan daar vaak nog gewoon, als hij een mountainbiker was, dan zou hij daar nog altijd staan in zijn bezweet, vies, stinkend pak. Anyway. Kijk, weet je wat het is? Je kan zeggen van dit is een extreme blik op zaken, weet je wel. Want je hebt dan zeg maar het originele of het gevoerde narratief, wat door dus iedereen wat we moeten geloven, zeg maar. Mm-hmm. Want dat alle media outlets die zeggen dat, weet je wel. Van hij is het bos ingerend, ja. Hij heeft daar gezeten, ze hebben gezocht, niet gevonden en later werd hij doodgevonden door de burgemeester. Dat is wat alle media's mee zeggen van oké, prima, ja. Dat verslaan wij. En hier heb je dus nu gewoon een tegengeluid, weet je wel. Iets wat er haaks tegenop staat. Ja, precies. Wil ik je wel even iets laten zien wat er dan op gereageerd wordt? Er is een theorie over dit alles. Excuses. Want ja, wat je dus, dit is dus, was gisteren, hè? Of eergisteren deze dag gepost. En dus eigenlijk meteen daarna komt daar dus dit op. Nu, er zijn heel veel mensen die theorieën hebben, ja. Dit verhaal is te raar. Je hebt vast wel YouTube-filmpjes en TikToks gezien over Jurgen Konings. Dat is de militair die wapens heeft gestolen van het leger en 5 weken nergens te vinden was. Zondag werd zijn lichaam uiteindelijk gevonden, vlakbij de plek waar het leger hem al weken zocht. Na onderzoek weten we dat de man zichzelf heeft gedood. Maar het was niet het leger dat ontdekte waar hij lag, wel een mountainbiker die er voorbij fietste. Dat vinden sommige mensen te toevallig. Stel je voor, Jurgen Konings is 2 weken geleden gesniped of zo.
Ze geloven dat er een complot achter zit. Dat een geheim groepje mensen achter de dood van Jurgen Konings zit en ons iets willen wijsmaken. Een complottheorie is eigenlijk een complot zien of denken dat er is, terwijl dat het eigenlijk er niet is. En dit is gewoon onzin, hè? Een complot. Waarom verkracht hij gewoon de Nederlandse taal? Weet je wel, dan mag je wel Belgisch zijn, maar dan moet je nog wel respect hebben voor de fucking Nederlandse taal. Een complot is niet iets wat iemand denkt wat er is. Een complot is een samenzwering van mensen. En dit wordt al gedaan sinds de Egyptenaren. En dat het is gewoon misselijk om dit soort gasten dan te zien verklaren en dan ook nog de taal proberen te vervormen om het in een soort van hoek te duwen alsof we allemaal dit niet zien. Hè? Precies. En het is ook misselijk dat deze mensen een podium krijgen en dat op deze manier dus wel in de mainstream media een bepaalde beeld wordt geschetst van het hele term complot. Maar eigenlijk is een complot is al door de CIA in het leven gebracht. Ik geloof 30 jaar geleden al. Oh, de term inderdaad, de complot term, en vooral complottheorie dan inderdaad. Hè? Die term is in het leven geroepen door de CIA en dat was ongeveer 30 jaar geleden. Met als doel. Het woord conspiracy bestond al wel langer, zeg maar. Ja, dat klopt, maar zeg maar de definitie zoals het vandaag de dag wordt gebruikt. Ja, het is een retorische aanval, zeg maar, om echt eens mensen in te labelen, zeg maar. Letterlijk, zeg maar, dingen die een bedreiging, een bedreiging voor de gevechtigste orde, dus de deep state, zoals het in Amerika is. Dus verhalen die een bedreiging kunnen vormen voor de macht van de gevestigde orde. En dat in heel veel gevallen is dat ook gewoon praktijken die ze aan het uitvoeren zijn. Wat een goed voorbeeld is, wat ook altijd een complottheorie is geweest, is die chemtrails. Dus dat in de vliegtuigen dat ze bepaalde chemicaliën doen en dat ze daarmee aan geoengineering doen, oftewel aan klimaatbeheersing. Dat hebben ze altijd als complottheorie weggeschoven. Maar tegenwoordig is het wel weer boven water aan het komen dat het gewoon echt iets is wat ze doen en wat gewoon waarheid is. Nou, haal je er ook wel eentje bij nou hoor, chemtrails. Ja, Godnonde June. Dat is een goed pak dan KFC, wou ik zeggen. Pak dan JFK of zo. Ja, maar dat zijn dingen die nog niet bewezen zijn als die nog niet worden gezien als waarheid vandaag de dag. Ik vind chemtrails tricky, weet je wel. Ik snap waar jij op duidt, want daar is inderdaad zo'n verslag. Bill Gates heeft er volgens mij over gehad, over dat hij het klimaat inderdaad met, ik weet niet, wordt steeds gekkere dingen. Zoals dat hij de zon wou, allemaal rare plannen. Maar dat zijn plannen van megalomanen, weet je wel. En dat betekent niet dat er iets in uitvoering is. Maar het is wel een voorbeeld van zeg maar, wat in eerste instantie werd gezien als idioot, als iets wat gewoon een conspiracy is. En nu wordt het gewoon wel gezien als waarheid. Neem dan nu Area 51 en aliens en UFO's. Ja. Wat dus inderdaad 50 jaar lang iedereen werd. Hij ligt daar, hier zo. Huh? Deze waren de aluhoedjes, toch? Ja. Waren de aluhoedjes als je praat over aliens. Dan was je weer in één keer niet meer serieus genomen. En nu komt de godverse Amerikaanse overheid zelf naar buiten. Ja. Met beelden van, er zijn aliens en shit. Ik bedoel, UFO's inderdaad. En dan komen dit soort gasten met, nee, complotten zijn niet echt. Laat me even verder kijken. Ja, dus bijvoorbeeld in het verband met Jurgen Konings. Die man is toevallig gevonden, terwijl dat weken daarvoor mensen, honderden mensen in het leger en andere reddingswerkers op zoek zijn gegaan naar zijn lichaam. Dat lijkt te toevallig, dus gaat men op zoek naar een andere verklaring. Waarom geloven sommige mensen liever een complottheorie dan wat de politie zegt? Als je dan zo een complottheorie hoort, die is veel sensationeler. Ja, zou het kunnen zijn dat hij misschien vermoord is door de overheid? En dat is veel spannender natuurlijk dan gewoon de waarheid zelf. Ik heb echt de neiging om nou even. Ik wil er even erbij pakken, want ik heb dus even zitten zoeken. Oké, we hebben dus de locatie van het bos. Gaan we even Google Maps erbij pakken. Inhaken, want die gast die zegt dus op het einde dat het veel spannender is om in een complottheorie te geloven dan de waarheid zelf. En het jammere is dat heel veel mensen dit klakkeloos aannemen en dan ook vanzelf gaan denken van, oh, dus het is inderdaad niet de waarheid, zo'n complottheorie, maar dat is allemaal voor gekke mensen. En de waarheid is wat er in de mainstream media wordt verteld. Ja, het is inderdaad het juxtaposeren van waarheid naast complottheorie. Als twee uitersten van elkaar, weet je wel. Ja. En dat slaat gewoon nergens op. Dat kunnen twee dezelfde dingen zijn. De waarheid en een complot kan prima in hetzelfde ding zijn. Volgens mij is dat toch vaak zo bewezen, of niet dan? Ja, precies wat ik je wil zeggen. Dat
dat er heel veel complottheorieën uiteindelijk boven komen drijven als de waarheid. Oké, we hebben dus hier het bos. Dit groene gedeelte, dit was het bos waar ze dus inderdaad aan het graven waren. Ik ga eerst even mijn toetsenbord goed doen, zo. Ik ben even all over the place aan het gaan, hoor, want mijn hoofd gaat heel even op hol. Ik heb hier eerst wat ze ons willen vertellen. Dus ik geef even een introductie, ja. Dus een filmpje, want dit is dus het spektakel, hè. Dus inderdaad, wat die Belgische chick zei, van... ze willen dus weten dat de politie en het leger, dat er dus bij werd gehaald als een groot mediaspektakel. Ja. Want normaal, als er een groot leger is of iets, dan moeten allerlei journalisten naartoe. Kijk dan, hier heb je gewoon een persoutlet waar ze met z'n allen even netjes voorbij rijden. Hè? De geheime dienst, hier, dit YouTube-filmpje is ook gewoon ingedeeld, hè. Militairen komen voorbij. Diverse dienstvoertuigen. Een geluid. Nog meer meuk, nog meer lege voertuigen. Hier, panzerwagens. Hè? Ze gaan met de boom knallen gewoon. Hè? Ze gaan hem gewoon met een tank uit de boom rijden, deze motherfucker. Hier, nog meer wagens, jongens. Want deze gozer, die zit... Ik ga even terug naar deze kaart. Hè? Even hierheen. Deze gozer zit in een nationaal park van Measure Distance. Onder naar boven. Distance to here. 6 kilometer. En laten we dan even voor de gemak zeggen dat dit dan ook ongeveer 6 kilometer is. Ja? Dus 12 vierkante kilometer. Nou, ze zeggen dus dat er dus 400 van deze motherfuckers zijn opgeroepen om hem te zoeken op dus 12 hectare. Dus 12.000 gedeeld door 400 man. Ja. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. 30 vierkante meter. Ze moeten zeg maar twee voetbalvelden. Of 30 ja. vierkante. Nog niet eens een voetbalveld. Per persoon moeten ze afzoeken. Ja, de hoeveelheid man die ze hadden is een voetbalveld per persoon ongeveer. Misschien 2 als ik een foutje heb gemaakt in mijn berekening. Maar je zag het, er kwam 30 vierkante meter uit. Dus dat is voor 1 persoon heb je zo 30 vierkante meter gezocht, toch? Ja, zeker. Dus wat dus die vrouw zegt... Ja, het is wel bos, dus dat kan misschien wel wat langer duren. En het was een oud bos waar in de Eerste Wereldoorlog shit... Dan lagen bunkers of zo en allemaal loopgraven en shit. Oh, dat is waar. Dus hij had wel een leuk paintball terrein uitgezocht. Hier hebben we de pers, mevrouw. Die komt dus heel even vertellen wat er aan de hand is. En heel even om even deze informatie te verifiëren. Dat het daar is. Daar staan we terug. We hebben deze morgen de hele dag een zoeking verricht in 3 zones hier afgebakend in het Nationaal Park ten noorden van de N75. Oké, dus ten noorden van de N75, ja? Dus dit is de N75, deze snelweg hier zo. Mm-hmm. Ja? Dus wat ik net heb gemeten, dit stuk, het is nog zoveel overdreven. Ze hebben het alleen over dit driehoekje hier zo. Ja? En hier liggen dan wat bos en wat shit en zo. En hij is hier gevonden, in Deelse Stokkum. Okay. Ja? Dus ze hebben hem zeg maar hier in dit gebied kwijtgeraakt en hier in Deelse Stokkum is gevonden. Zij zijn hier met 400 militairen, dienstauto's, Interpol, politie, tankwagens. Ik weet niet, de hele hebben en houden. Zijn ze hier het bos in gereden, met even de fax hebben gedaan. Ja. En dan vervolgens wordt hij dus 2 weken later daar dood gevonden... Omdat hij zelfmoord heeft gepleegd. 2 weken later, nee, dat is het ook niet waar. Want ja. De tijdlijn gaan we er zo ook nog bij halen. Maar, want dus op een gegeven moment die zoekactie was dus de 27e mei. Dus hebben ze hem niet gevonden. Hè? Zeggen ze van, ja, hij zat hier niet. En toen werd hij dus vandaag, de 22e, dus ja, bijna gewoon een maand. 3 weken dik, 3,5 week, hebben ze hem niet kunnen vinden. En dan ligt hij daar... Daar zo. Dit hele gebied hebben ze afgezocht met 400 militairen en dan ligt hij daar zo. En in die 3,5 weken heeft hij dan al die week daar dood gelegen. Heeft hij dan een week daar gezeten en dacht van, nou, laat ik er dan maar een eind aan maken. Want ja, dat is heel vreemd. Vooral ook als je de reacties van de familie hoort, dat
ook door hun, dat ze er helemaal niet achter staan, achter het, hoe de media dat naar buiten heeft gebracht, dat het dus een zelfmoord is geweest. Dus de familie is daar fel op tegen, die gelooft dat niet. En dat geeft dan wel iets aan. Ik denk dat de familie daar heel goed over kan oordelen. Ja, die familie die weet toch of wat voor een type mens dat is. En ja. Of dat. Ik bedoel, hij kan best in een hoekje gedreven worden. Maar hij heeft familie en kinderen, dan kom je er toch eruit. Wat het slechtste is dat je voor altijd de cel in gaat. En dan was hij. Ja, maar hij zou niet eens voor altijd de cel in moeten. Want hij heeft, als het goed is, niet hele grote misdaden gepleegd. Al was alleen de dreiging. En je weet wat hij dan is, hè? Dan is hij een volksheld. Maar, ja, precies. Maar, dan was hij een volksheld geweest. Ja. Zeker. Dan had hij zo de politiek in gekund, zijn eigen Jurgen Koningspartij kunnen beginnen. Ja, en dat is een bedreiging. Net zoals Pieter Omtzigt nou ook eventueel zou kunnen doen. Maar dat, je merkt dan meteen hoe hij dan in de media wordt afgeschilderd. Als een radicale, los, zeg maar, ongeleid projectiel. Want als zo iemand een eigen partij begint, dan is het met zo de kans heel groot dat hij heel veel zetels gaat krijgen. En dat is een directe bedreiging voor de gevestigde orde. Ja, het is nu, ja, gelukkig wordt er niemand een bos ingestuurd. Met aanhalingstekens. Maar er is wel een fel spelje gaan in de Tweede Kamer. Maar ik wil nog heel even toch nog even om alles op een rijtje te zetten, ja? Heel even de tijdlijn van Jurgen Konings. En dan gewoon even los van alles weten. Alleen deze tijdlijn. Wat we dan daarvan vinden. Ja? De 46-jarige. Oké, dus 17 februari, daar begon het mee. De 46-jarige Jurgen Konings komt op 17 februari dit jaar definitief op het OCAT-lijst terecht. Dus de lijst met terroristen is dat. Dreigingsniveau 3 zit hij dan. En dat is op de 1 na hoogste niveau. Die OCAT-lijst is ingevoerd in 2005 of zo. Of weet ik veel, vanwege dus inderdaad de terrorisme. Ja, Syrische terroristen. Ze waren bang voor Syrische terroristen. Toen hebben ze dit ingevoerd. En nu zie je dat het dus, waar ze ook bang voor waren, precies wordt toegepast op niet-Syrische terroristen. Juist. 17 mei. Op maandag 17 mei 2021 verlaat Konings de 's ochtends zijn woning in Deelse Stokkum. Oh, dus hij woonde ook in Deelse Stokkum gewoon. Dus hij is gevonden door zijn eigen burgemeester. Oké. Okay. Hij rook al dat het Jurgen Konings was. Ja, dat is ook zo opmerkelijk, hè? Dat je dan kan ruiken hoe een dood lichaam ruikt. Nou, dat kan ik me wel. Ik heb wel eens rottend vlees geroken van een roodkill of zo. Dat was wel penetrante shit. Ja. En dan, fijn dat hij hem heeft geroken, kan ik snappen. Maar dat hij hem dan net ruikt, alsof hij de enige is die in dat bos loopt, weet je wel. Ja, dat is wel een beetje vreemd. Dus hij is trouwens niet de enige die hem heeft gevonden. Daar komen we straks nog uit. Dat is een jager geweest die hem heeft gevonden. En die had een foto gemaakt, die foto. En hij wordt nu berecht omdat hij die foto naar de media schijnbaar had gestuurd. Oftewel, dat beeldmateriaal van die jager, dat is in beslag genomen. Ja, dat is natuurlijk ook wel weer opmerkelijk. Oké, maandagavond wordt hij gezien aan de woning van de viroloog Mark van Ranst. Hè, wordt hij gezien. Dus waarschijnlijk Mark van Ranst, die zegt, Jurgen van Koning is hier, Jurgen Konings is hier. Minister van Justitie Vincent van Quickenborn, Open VLD, verklaarde later dat Konings al dagenlang bezig is met het voorbereiden van zijn actie. Het blijkt effectief dat hij in de buurt was geweest van zijn doelwit. Aldus de minister. Konings zou zo'n 2 uur in de buurt van zijn woning van Ranst gebleven zijn. 18 mei. De klopjacht begint. Dinsdagmiddag in Leopoldsbrug. Namen ook daar. Hè? Leopoldsburg. Ten noorden van Hasselt. De politie wil hem oppakken. Nadat hij eerder deze maand in Leopoldsburg met een wapen opschudding had veroorzaakt. Oké. Het wordt ook duidelijk dat Konings aan de haal is met een arsenaal aan wapens die hij uit het depot van de kazerne heeft gehaald. Volgens onze informatie gebruikte hij het excuus dat hij schietoefeningen zou organiseren. Diezelfde middag verhoogt OCAT het dreigingsniveau naar niveau 4. DEFCON 1. Dat is echt heel extreem. En dat is allemaal, ja, inderdaad op horen en zeggen van dingen en zo, weet je wel. Dus mensen kunnen daar gewoon intern wat dingetjes roepen, wat dingetjes plaatsen of whatever. En dan voilà, voor je het weet zit je op niveau 4. Geen rechtszaak, geen rechter komt daar aan pas, niks. Dinsdag, geen rechter komt eraan te pas. Er komt een speciale rechter aan te pas waarschijnlijk. Maar ja.
Dinsdagavond wordt het voertuig van Konings teruggevonden in het bosgebied van het Dilderbos in Deelse Stokkum. Het gebied wordt de volledige focus van de zoektocht. In het hele Nationale Park Hoge Kempen wordt, met man en macht naar Konings gezocht. Het gaat over meer dan 12.000 hectare bos. Hier zei ik toch zoiets, hè? Mm-hmm. En heide. Gelegen in de gemeente As, Bilzen, Bree, Deelse Stokkum, Genk, Lenaken, Maaseik, Maasmechelen, Oudsbergen en Zuttendaal. In het natuurdomein liggen ook bunkers en loopgraven die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn gebruikt. Dus dat is gunstig, denk ik. Niet als je volgens mij opgejaagd wordt door het hele leger zo onderhand. Nee, dat is best wel een heftige playground voor zo iemand. Gewoon een heftige omgeving. 19 mei. Er komt hulp uit de buurlanden. Hè? Een indrukwekkende kolonne van tientallen politievoertuigen, waarschijnlijk dat filmpje wat we zagen, met speciale eenheden uit Nederland, Luxemburg en Duitsland rijdt het park in. De hele buurt verkeert in een verhoogde staat van paraatheid. Langs de belangrijke gewestwegen, zoals de N37 en de N75, staat om een paar meter de politieagent klaar om alles in de gaten te houden en indien nodig in actie te schieten. Er wordt ook een helikopter ingezet door de dienst speciale interventies uit Nederland. De speurders hadden even een spoor gevonden op het bos dat leek te leiden naar Konings. Maar uiteindelijk blijkt dat de ijdele hoop. Er wordt een bivakplaats aangetroffen die mogelijk door Konings werd gebruikt. Maar zeker is dat niet. Gewoon een kampvuurtje van wat mensen die zaten te chillen of zo, weet je wel. Oké. In de omliggende gemeente groeit ondertussen de ongerustheid. De moskeeën in Mechelen krijgen een extra politiebewaking, laat burgemeester Raf ter Wingen CNDV weten. Ook zomaar gewoon, weet je wel. Dat is zo random. Laten we maar gewoon doen. Dus hun suggereren je mee dat iemand die een beetje gek wordt van de indoctrinatie rondom de COVID en de mensen die het podium krijgen, dus die dan virologen zijn, oftewel politieke activisten, dan wordt meteen gesuggereerd dat ook een dreiging moet zijn voor de moslims, voor de plaatselijke moslims. Ja, collega's van hem zeiden dat hij extreemrechtse mening had. Hè? Maar ja, wat dat dan is, weet je wel, want is extreemrechts ook anti-COVID of zo? Ja, want is extreemrechts, en word je dan geplaatst in extreemrechts en dan ben je ook meteen een moslimhater, omdat je gewoon by default. Tegenwoordig, als je een beetje oppositie durft te voeren en niet eens bent met het huidige beleid, oftewel een democratische discussie kan en wil gaan voeren, dan word je meteen als extremist, als rechtsextremist afgeschilderd. Foei, foei. 20 mei. Tientallen kinderen zitten. Dat vind ik ook. Er wordt constant kinderen bijgehaald. Hè? Shit werd ook in het jeugdjournaal verslagen. Dat er een militante gek op de loop was en dat kinderen maar bang moesten. Zo'n kindje werd verslag geven. Ja, ben je bang dat hij op kan zoeken? Ja, ik ben wel bang dat hij in mijn bed zit straks. Dat vinden ze heerlijk. Hè? Als ze ook maar iets rechtsextremist kunnen noemen, of ultranationalist, dan gaan ze er meteen volop mee in de aanval. En dan willen ze meteen het volk doen geloven dat er echt een heel groot deel van de mensen, of dat het echt een heel groot probleem is, waar heel veel mensen mee bezig zijn. Dus dat bijvoorbeeld heel veel rechtsextremisten zijn, terwijl je eigenlijk ook veel te maken hebt met linksextremisten of je hebt andere soorten van. Of maak er misschien iets niet politieks van, weet je wel. Gewoon een extremist voor whatever, de vak van redenen. Oké, ik ga even verder. 20 mei, tientallen kinderen zitten donderdag niet in de schoolbanken in Maasmechelen, meldt het Belang van Limburg. In totaal gaat het om 20 kinderen, zegt directrice Colla Lene. Het gaat voornamelijk om kinderen van een andere cultuur. Wat te begrijpen is, aangezien meneer Konings een extreemrechtse gedachtegoed heeft. We volgen de situaties op de voet en indien nodig zullen we meteen de deuren sluiten. De sweeping van het perimeter in National Park Hoge Kempen levert donderdagavond geen resultaat op. 400 man, ja? 400 fucking man met tanks en speciale shit op een gebied van 12 vierkante kilometer. Hè? Waar hebben we het over? Oké. De federale politie verspreidt de vraag. Ja, ik vind het zo belachelijk, want hoe vaak gebeurt het wel niet dat er islamterrorisme is? En dan gaan ze toch ook niet op deze manier in het nieuws brengen? En als er dan één keer een mogelijk rechtsextremist is, dan moet je eens kijken hoe ze dat brengen. Dat staat toch niet in verhouding? Dan wordt het toch met twee maten gemeten?
Ja, het is zo hypocriet. Het is zo hypocriet. Het druipt er werkelijk vanaf. Even kijken, verder. De federale politie verspreidt op de vraag van het federaal pakket een opsporingsbericht. Daarin roept de politie de bevolking op om uit te kijken naar militairen. Alsof ze... Dat hij de straat heen rent of zo. Ja, wie weet. 21 mei. Toen een boswachter dinsdagavond een Audi Q5 van Konings ontdekte aan de rand van het natuurgebied waar hij nu gezocht wordt, zag hij dat er elektrische draadjes uit de deurklinken waren aangebracht. De man zag ook hoe die draadjes op het passagierszadel verbonden leken met een voorwerp. Er is een Facebookgroep opgericht waar 45.000 mensen steun betuigen voor Konings. De steunpagina voor Konings stelt op één dag meer dan 1000 leden. Oh. Pauze? Nee. Mag niet. Zo. Ja. En we gaan weer door. Er is een Facebookgroep opgericht waar 45.000 mensen steun betuigen voor de Konings. De steunpagina voor Konings telt op één dag duizenden leden. In de eerste 24 uur hadden bijna 11.500 Facebookprofielen zich bij de groep aangesloten. 22 mei. Een honderdtal mensen trekt door de gietende regen langs de grens van het Nationaal Park Hoge Kempen om steun te betuigen aan de voortvluchtige Konings. Ja, dus hier begint dus die publieke druk te komen. En denken ze dus van, oh ja, we kunnen hem dus waarschijnlijk niet gewoon zomaar neerknallen. Of ze hebben met die reet, hebben ze hem daar al een keer neergeknald en denken nu van... Hè? Zoiets zie ik voor me, weet je wel. Ik zie het voor me dat... Maar ja, zoals die ene chick zegt, is dat die politie misschien al gewoon een hele façade was, weet je wel. Dus het, show. Hoe dan ook... Het stinkt. 25 mei. De Facebookgroep als één achter Jurgen is offline gehaald door Facebook. Tuurlijk, censuur als een motherfucker. We hebben deze groep verwijderd omdat het ons beleid ten aanzien van gevaarlijke individuen en organisaties geschonden heeft. Aldus een woordvoerder van Facebook. Wat betreft de censuur wordt het steeds groter en groter. Laatst was er een filmpje dat de heer Baudet... Die brengt dus een kaart wat mogelijk de onderliggende, dat had ik beter moeten voorbereiden, want dit moet je eruit knippen. Oké. Okay. Het was een heel stuk over, Build Back Better en over Klaus Schwab. Daar had hij mooi stapsgewijs uitgelegd wat eigenlijk de doelen zijn van de... Ja, die SDG's en zo. Ja. Social Development Goals. Het was 5 minuten, ik had het gedeeld. En later ging ik terugkijken en was het alweer van YouTube verwijderd. Ja. Ja, want dat is ook zoiets... Ja, van Klaus Schwab en de SDG's. Ja, gewoon, want dat is gewoon een ding wat gewoon... Dat is schaamde gewoon. Dat zijn gewoon officiële instanties. Die zeggen dat, die doen precies. Dat, publiceren dat. En dan hebben we het erover met elkaar. En dan zegt dan Facebook... Nee. YouTube, ja. Die zegt of YouTube, van, ja. Die verwijdert dat gewoon. Omdat het ingaat tegen de regels of zo, zeggen ze. Ja, het is gewoon de waarheid. Het is ook gewoon een puinhoop. Die hele censuurregels en shit. Het wordt steeds erger. Ze snappen het zelf ook niet. Maar ik bedoel, moet eerlijk zeggen, politiek is ook niet echt duidelijk over wat nou wel of niet de waarheid is. En het is ook stom, want ze willen een soort van een afspraak maken wat de waarheid is. Maar dat is het hem juist. Als je een afspraak gaat maken wat de waarheid is, dan krijg je een 1984 shit. Dan krijg je Chinese CCP shit, weet je wel. De waarheid is vrij objectief en moet gewoon met zoveel mogelijk mensen van zoveel mogelijk perspectieven besproken worden. En dat is niet altijd geordend. Hè? Maar dan heb je wel de meest waarheidsgetrouwe en vervolgens ook een waarheidsgevoel, weet je wel, van iedereen. Dat ze er ook het meest in kan vinden. Nu precies. Proberen ze de hele tijd een waarheid op te leggen. Ja, en je ziet dat steeds meer mensen af beginnen te haken. Ja, maar het ergste nog, dat ze mensen monddood maken die dus wel in staat zijn om de discussie aan te willen gaan. En als je dat blijft doen, dan krijg je op een gegeven moment... Ja, dan vervalt die hele democratische beginselen van onze samenleving. Dat is dat we met elkaar het gesprek aan kunnen gaan. En dat er een bepaalde vrijheid is van de dingen die je mag zeggen. En ja, als het op deze manier doorgaat, dan komen we steeds dichter bij hoe het in China... Ja, een totalitaire staat. Ja. Oké.
Minister van Defensie Ludovine de Donder, PS, erkent tijdens een persconferentie samen met chef defensie Michiel Hofman dat er fouten zijn gemaakt in de zaak Jurgen Konings en die worden onderzocht. Hofman betreurt dat Konings door sommigen als een verzetstrijder of held worden gezien. Dat is hij zeker niet. Dat is ook iets stoms, hè? Alsof hij dat bepaalt, weet je wel. Ja. Jezus werd ook niet gezien als een held door de Romeinen. Mozes werd ook niet gezien als een held door de Egyptenaren. Dit is zo objectief. En dit zijn mensen die gewoon, die willen gewoon, die zien, die hebben een waarheid voor hun ogen. Door de grote lengtes om die waarheid op zoveel mogelijk mensen op te drukken. Ja, gewoon. Het wordt echt dus oververtegenwoordigd om dit standpunt is zo oververtegenwoordigd in de mainstream media, dat ook doorschemert naar de normale burger en dat de normale burger ook deze mening begint te krijgen. Ja, van het begin had ik al zoiets van raar verhaal, weet je wel. Ja, dat had ik bij heel veel dingen heb ik dat, omdat ik niet zo heel veel meer bezig ben met de mainstream media. Elke keer als je het nieuws aanzet, dan is het ook een raar verhaal. Dus. Ja. Maar het is ook inderdaad het gebrek aan tegengeluid, weet je wel. Dat ze maar gewoon elke keer als iemand zegt van ja, maar dit zou precies de tegengestelde waarheid kunnen zijn. Dat ze dan zeggen, nee, dat mag je niet zeggen. Luister dan, waarom de fuck mogen we niet gewoon wordt aan de andere kant wordt er ook gespeculeerd. Door de mainstream media wordt er constant gespeculeerd als het in hun richting is, als het in hun gedachtegoed is, wordt er gespeculeerd als een motherfucker met moslims dingen sluiten omdat die extreem rechts zou zijn. Die aannames worden maar al te lief gemaakt. Maar homa, als er iets anders aan de hand zou zijn, als er misschien zelfmoord is gepleegd of dat er misschien niet voor niks of dat het raar is dat er met 400 man in een gebied van 12 hectare niks wordt gevonden en dat die dan 150 meter op 150 meter afstand waar ze gestopt waren met zoeken, quote ik weet niet van wie, maar die quote kun je opzoeken. En dan, precies. Waarom geloof je in complottheorie? Nou, omdat je fucking story weak is, mate. Weet je? Kijk je die mensen wel eens gewoon vanaf buitenaf naar de situatie en denken van, moeten we dit misschien wel zo vertellen? Weet je, doe dan op zijn minst fucking moeite om een beetje een soort van genuanceerd of objectief verhaal op te leggen. Maar ze komen hier met de meest voorgeschotene shit vol met dingen zoals, hij was geen held, hij is geen verzetstrijder. Vertel dat maar aan die 10.000 man op Facebook. Die vinden hem wel een verzetstrijder. Dat zoveel mensen dit klakkeloos aannemen als waarheid, dat is nog het ergste van het verhaal. En dan zeggen ze, ja, complottheoreticus, dat soort verhalen is interessant omdat het spannend is. Nou, dan moet je toch even beter gaan nadenken. Want als zoveel mensen dan zogenaamd in die complottheorie geloven, dan moet je toch gaan nadenken van, is er niet misschien iets meer aan de hand? Er is altijd wat meer aan de hand. Sowieso maar aannemen dat datgene wat als eerste wordt verklaard, dat de ultieme waarheid is en daar moeten we nooit meer vanaf gaan. Ja. Dat is een bizarre gedachte. Ja, het is altijd belangrijk om kritisch te blijven kijken en zelf op onderzoek uit te gaan en zelf die waarheid, het holistische kijk erop te hebben en dan voor jezelf een waarheid te kunnen creëren. Ja, dat doe je sowieso. Ja. We zijn met z'n allen altijd bezig om onze eigen waarheid te creëren. Dus om dat alleen maar te proberen te forceren in een mal, dan krijg je alleen maar geagiteerde mensen door. Ja. Oké, 27 mei. Leger en politie zijn vanochtend opnieuw begonnen met het uitkammen van het natuurdomein in de buurt van Lanklaar, waar de wagen van Jurgen Konings vorige week werd teruggevonden. Deze keer is volgens onze informatie ook de cel vermiste personen ingezet bij de zoektocht. Er worden ook speurhonden ingezet. Waarom er opnieuw wordt gezocht is op dit moment onduidelijk. Dus nog een keer, hè? Ze zijn nog een keer teruggegaan om te zoeken met speurhonden. Dus toen had hij nog geen zelfmoord gepleegd, want zo'n honden vinden eigenlijk wel een lijk ergens. Zeker. En levend ook trouwens. Dus waar de fuck was het toen? Nou, hij is teruggekomen en heeft hij zichzelf daar vermoord of zo. Dit is zo raar, dit rammelt ook aan alle kanten. Maar het gerechtshof wil er duidelijk zeker van zijn dat ze vorige week niets over het hoofd hebben gezien. Dit is waarschijnlijk het moment waar ze hem dan even of zoiets potentieel. Gewoon om de andere kant van het verhaal even in te kleuren. Precies. De kans bestaat er nog altijd dat de terreurverdachte Jurgen Konings dood of levend in het bos is. Ja, nou dat is dus inderdaad die tijdlijn. 27 mei zijn ze er dus als laatst heen gegaan.
En 22 juni werd hij dood teruggevonden. Dus hij heeft 3,5 week gehad om wat te doen. Om daar een soort van breakdown te krijgen en dan zichzelf door de kop te schieten. Want die militairen waren weer weg. Hij had er zo het bos uit kunnen lopen. Ze hadden dan de dorpelingen gevraagd, kijk even uit, weet je wel. Ja. Hij heeft die gasten helemaal kaal, dus er kan zo'n snor en een pruik op en dan kan die gaan. Maar ja, hij heeft daar niks meer gedaan, volgens mij. Er is daar niks gebeurd. Er is ook niks verder naar boven gebracht. Anders is dat wel hebben gedaan. Anders hadden we het wel geweten, hoor. Als hij ook maar iets had misdaan. Ik maar één ontvoering of iets van mensen met zijn wapens iets had aangedaan, dan hadden we het wel geweten. Moet ik dit nou betalen? Nee. Dit is een soort van Belgische Net kon ik wel in dit artikel. Het is trouwens ook opmerkelijk, hè, dat die kranten, dat het eigenlijk ook de Nederlandse kranten, dat zijn eigenlijk allemaal dezelfde eigenaar. Ja. Hebben dat. Dat wordt allemaal vanuit België wordt dat georganiseerd. Waardoor je, als je dus op Google zoiets in gaat toetsen en je ziet de eerste 5 hits, dat zijn dan 5 verschillende kranten. En die hebben dus hetzelfde verhaal. Dan is het eigenlijk vanuit één organisatie. Dus dat is eigenlijk, als wat mensen vaak doen, hè, dan gaan ze op Google gaan ze iets nachecken, dan gaan ze fact-checken. En als ze dan zien dat de eerste 5 kranten een negatief geluid laten horen, dan is het volgens hun is het dus, de conclusie, oké, het is dus negatief. Ja. Terwijl als je eigenlijk verder gaat kijken, dan zie je dus dat die 5 kranten dezelfde eigenaar hebben. Dus dan heb je eigenlijk nog lang geen goed onderzoek gedaan. Dan moet je dus verschillende browsers benaderen. En dit is dan ook inderdaad, zeg maar, die krant die dan, zeg maar, die eerste verslaggeving heeft gedaan in België, die zet dan ook gewoon de toon, hè? Dat stond op Wikipedia. Konings. Het is ook mooi hoe snel die Wikipedia-pagina's geüpdate worden. Hè? Dat is meteen een stuk over Jurgen Konings. Bam. Dus die gast is nog geen 2 dagen dood. Ik denk dat Wikipedia ook in het complot zit. Het geeft wel inzicht. Want dit heeft me wel geleid naar wat artikelen. Dus als dit ook erin zit, dan schieten ze zichzelf wel mooi in de voet, volgens mij. Ik vind Wikipedia nog steeds een fantastische bron. Echt een van de mooiste dingen die wij als mensheid in samenwerking tot stand hebben gebracht. Het is zeer functioneel. Ja. Wat wou ik hier nou ook weer opzoeken? Nee, dat ga ik hier niet vinden. In ieder geval, dat had dus inderdaad een of andere krant had het gevonden. De Morgen heet dat volgens mij. En dat is dus een extreem linkse, een behoorlijk linkse krant inderdaad. En die had dus inderdaad meteen dat profiel van Jurgen neergezet als een bepaalde extreemrechtse gast, weet je wel. Mm-hmm. En dat is natuurlijk, weet je wel. Want ja, ik bedoel, je hoeft niet zoveel te doen om voor zo'n linkse krant extreemrechts te zijn. Dat moet je voorstellen dat er een rechtse krant zou bestaan. Ja. Dat is toch een beetje logisch dat de kranten links zijn. Dat... Ja, je hebt in Nederland heb je Telegraaf. Telegraaf is rechts. Ik zou zeggen het minst links. Ik had een mooie website gevonden. Dus iets van de minste fake news. Ik vind Telegraaf dat is mijn media bias. Als ik toch kijk naar alle verschillende kranten in Nederland, dan vind ik toch Telegraaf wel het fijnste, omdat daar het minst fake news in staat, minst misleidend is. Was het? Ik had een mooie website. Maar ik wil het laatste stuk even behandelen. En dat is inderdaad dan. Dit gaat over die jager. Ja. Dat is deze. Ja. Laatste ontbrekende wapen van Jurgen Konings gevonden in Dilderbos. Parket bevestigt doodsoorzaak. Okay. Bij een nieuwe zoekactie in het Dilderbos vandaag is het laatste ontbrekende wapen van Jurgen Konings gevonden in de omgeving waar zijn levenloze lichaam werd ontdekt. Het federaal parket heeft ook bevestigd dat Konings wel degelijk door zelfdoding om het leven is gekomen. Wanneer hij is gestorven is nog niet helemaal duidelijk. Wel degelijk door eigen toedoen, maar weten niet helemaal wanneer. Een van de vlinders, een jager, is intussen zelf het onderwerp van een strafonderzoek. Omdat vlinders, sorry mensen. Vlinders. Ja. Een van de vinders, een jager, is intussen zelf het onderwerp van een strafonderzoek, omdat hij het lichaam gefilmd heeft en de beelden aan de media aangeboden zou hebben.
Ik wil die beelden zien, maat. Ik wil die beelden zien! Sinds wanneer is dat strafbaar dan, dat je in zo'n situatie... Klokkenluiden is strafbaar, Mike. Oh ja. Hè? De waarheid vertellen, dat mag niet. Ja. Want wat zei die gozer nou ook alweer? Hè? Als je je gelooft of in de waarheid of in een complot. Hè? Precies. Ik denk dat we het... Dit is ongeveer hetzelfde als... Ik weet niet of je dat nog herinnert. Er was toen zo'n... Epstein, Jeffrey Epstein. Ja. Alles op dezelfde manier hadden ze dat in het nieuws gebracht... dat hij ook zelfmoord had gepleegd. In omstandigheden waar je toch echt even je vraagtekens bij kan plaatsen. Ze zeggen dat hij in zijn gevangeniscel... dat hij zelfmoord had gepleegd met een kussensloop. Ja, ja. Of met een deken. Ja. En alle tweede bewakers waren net weg. Ja, precies. Ja. Nee, ja, over complotten gesproken. Epstein is inderdaad het hele verhaal achter Epstein. En als je dat helemaal gaat ontleden, dan... Maar dat is een hele nieuwe podcast. Ja, dat is een heel interessant onderwerp. Het komt er dus op neer dat ze hebben van die anatomen... hebben dat een beetje van een afstandje kunnen bekijken. En dan hebben ze heel snel de conclusie kunnen trekken... dat dit geen zelfmoord is geweest. Maar dat hij dus echt wel met wat flinke krachten om het leven is gebracht. Het is inderdaad een goede om daar wat later op een later moment op terug te komen. We maken hier een nieuwe podcast van. Ja. Deze podcast sluit ik bij deze af. Ja. En dan gaan we even pauze nemen. En dan gaan we gewoon nog een podcast maken, jongen. We gaan gewoon door. Goed idee. Hey, dit was podcast nummer... wacht even, ik moet even opzoeken hoor. Ik zeg 16, klopt dat? Ja. Dit was poppenkast nummer 16, Jurgen Konings deel 2. Samen met yes. Mike. Volgens mij... was het een goeie. Check me ook op Spotify. En Deezer. En iTunes. En Soundcloud. En ik zit tegenwoordig op TikTok. Wat een fucking rattenhol is dat, zeg. Vreselijke TikTok. Godverdomme, zeg. We kunnen die Chinese vreselijke social media maken, zeg. Nee. Het is alle social media is vreselijk. Facebook is ook vreselijk. Vind me op Facebook. Twitter. Instagram ook vreselijk. Vind me op Instagram. @PeterPopcast. Ik vind nou Twitter nog het minst vreselijk. Ik zit nog niet op Twitter, man. Ik heb nog in mijn leven geen tweet verstuurd. Persoonlijk dan in elk geval. Ja, dan, dat is toch wel een goeie. Dat is toch wel een aanrader. Wel namens mensen. Hey, tot de volgende. Later.